De president heeft een EBS-crisisteam benoemd die belast is met het valideren van het zogenoemde of zogenaamde bekende Ernst & Young rapport. Er is een rapport gemaakt door Ernst & Young waarin staat wat er moet gebeuren om de tarief aan te passen, wat de tarief moet zijn, lager dan uitgerekend, dat er een herstructurering moet komen binnen de organisatie van de EBS en ook financiële huishouding in place brengen en besparingen en alle veranderingen die nodig zijn om het bedrijf beter te draaien. En wij hebben als taak om binnen 30 dagen, dus op 30 juni moeten we rapporteren, hoe die herstructurering, reorganisatie van financiën, structuur van het bedrijf en governance in place gebracht moet worden. De team bestaat uit de heer Dorini van de financiële econoom, de mevrouw Apinsa van huis uit jurist, juridische specialist, de voorzitter van OOS, de heer Steve Geerlings, die is sowieso de vertegenwoordiger van de arbeiders en kent het bedrijf, de heer Ruel Anijs, ook de financiële man van EBS geweest, en mijn persoon, Sam Meherjan, ook bekende van de energiesector. En we worden ondersteund door de directeur van Energieautoriteit Suriname, de heer Dave Abeleven, en de heer Wirin Ayodhya via het ministerie van Financiën. En verder is daarin betrokken. We rapporteren aan drie ministers van EZ, Financiën en NH. Tariefsaanpassing, verhoging van stroomprijs heeft altijd invloed op de gemeenschap. Wat precies en hoeveel, dat moet verder uitgelegd worden door de energieautoriteit, door de minister van NH en door de EBS en economische zaken. De voordelen zijn dat 1. De kostprijs van stroom omlaag moet gaan dan wat is uitgerekend, zodat de verhoging niet zo hoog hoeft te zijn. Tweede is dat de governance, de verhouding tussen de raad van bestuur, raad van commissaris van EBS en de directie van de EBS en management, dat er een goede scheiding moet zijn. Zodat het bedrijf, bedrijfseconomisch, maar ook vanwege governance regels, efficiënt en goed gedraaid kan worden. Dat er geen zaken gebeuren die het daglicht niet kunnen passeren. Dat wil je niet in een goede organisatie. En ten derde is het, de klant is koning. Die moet bediend worden. Wanneer je stroom aanvraagt, moet je op tijd stroom kunnen krijgen. Dat je ook niet voor kosten wordt geplaatst die niet horen bij de klant. Al deze zaken gaan beter moeten gebeuren na de reorganisatie, na het herstellen. En binnen hoeveel tijd zal dat gebeuren? Per 1 juli wil de president dat de herstructurering moet starten. Wij moeten daarom op 30 juni het rapport inleveren en presenteren. En hij wil het binnen een jaar hebben of anderhalf. Vanaf 1 juli 2022 tot december 2023 moet het herstel al zijn gebeurd. De reorganisatie. Belangrijk is, een van de belangrijkste dingen is dat EBS ook komt in een gescheiden bedrijfsvoering. Opwekking gaat apart, aparte NV zijn. Een aparte NV voor netbeheer. Dat zijn dus de mensen die het net onderhouden, die jouw stroom geven. Organen moet apart zijn in een organisatie en inkoop en leverancier. Dat is wat de elektriciteitswet van 2016 voorschrijft. En er is veel werk gedaan. De zaken zijn in place gedaan. En nu moet het geïmplementeerd worden. Je moet ook invulling geven aan de nieuwe directeuren die daar moeten komen. Of de managers die leiding moeten geven aan die organisatie. Dat moet allemaal ingevuld worden in dat anderhalf jaar.
En heeft u nog wat eraan toe te voegen wat u denkt dat de gemeenschap zou moeten weten op dit stuk? De gemeenschap moet weten dat de regering ernstig is met de aanbevelingen van het rapport van Ernst en Jong. Dat de regering rekening houdt met de wensen en grieven van de sociale partners, van de vakbeweging, maar ook van de gebruikers van stroom. En dat de regering haast heeft om zaken in place te brengen.